Welkom alweer bij Phoenix 146. Welkom bij Phoenix 146. Dus het uitgangspunt is de emoties die ik heb, maar ook de binnenwereld die ik heb te delen. En daarmee respect voor mocht het zo zijn dat ik niet helemaal correct ben. Ik zit meer erover in. Als mensen het dusdanig niet meer omvatten dat ze niet meer geneigd zijn om hiernaar te luisteren. Of ja, ik kan heel wat hebben. Ik heb een redelijke huid, een dikke huid, een stalen huid. Maar ik ben wel ultra gevoelig. Dus ja, ik heb een dikke huid. Maar huid van staal. En anders oefenen we dat. We oefenen nu met z'n allen om een huid van staal te hebben. Waarin we weten wat de mensen spreken. Voor het gros verbonden is op het internet en hun eigen gedachten. Helaas, voor een heel groot gedeelte voor meer dan de helft niet meer hun eigen zijn en wat ze doen en wat ze spreken, maar goed, daar zijn we niet over om over te spreken. Maar wat wel een kenmerk is, dat elke phoenix zo'n zo beetje een introductie heeft om op gang te komen. En dan worden er van alles wat besproken, zodat het zo normaal mogelijk overkomt met een grote glimlach erbij. <laughs> Ik hoop dat jullie een leuke zomer hebben voor de mensen die dit horen in de herfst, een mooie herfst. Ik hoop dat jullie Organisch kunnen leven. Dus niet elke dag hetzelfde. Maar organisch is dus langzaam veranderend. Wat mij betreft ook langzaam in andere tijden. Soms slaap je om twee uur, soms om tien uur. En soms sta je ook een keer om zes uur ochtends op. Of nog eerder. Het kan allemaal. Het kan allemaal. Nachecken. Nakijken. Orakel zegt. Grotendeels ben je gelijk. Het ritme is voor de meeste mensen heel handig dat ze een vast bioritme hebben. Het is ook heel handig als de tijdklok weer verandert. Om daar twee, drie. Het liefst vier vijf weken de tijd voor te nemen als je wel in het vaste ritme zit. Omdat daar eigenlijk voor de meeste mensen wel een heel weekend ja, niet behouden blijft om daarvan te corrigeren. Een heel weekend. Maar wat wij vragen is voor deze nieuwe aarde plek te creëren waar je actief kan zijn. En hebben we het niet alleen over ergens een tuin kunnen verbouwen. We hebben het over veel grotere zaken. Maar hoe dan ook zijn we hier met elkaar om lekker. Een leuk leven uit te bouwen. En daar hebben we veel geduld voor. Het is een tijd van veel onrust. Wat kan helpen voor de mensen die dit kunnen. In hogere dimensies gaan. En liefst bijvoorbeeld tijdsieachtige bewegingen doen. Het kanaliseren. Maar ook je inbeelden met het middelpunt van de aarde. Een witte lijn daar naartoe te maken. Naar je lichaam. Bam. Verbinden. Wanneer je dat eenmaal staat. Of aan het staan is. Verbinden met alles hoger boven jezelf. Als de boom die ook. De Flower of Life, de bloem des levens. Of een boom die van boven het tak heeft naar onder tak heeft. Wanneer jij inbeeld dat je wortels naar beneden inbeeldt, is het ook wel handig dat je die wortels nadien weer terugtrekt. Je kunt bijvoorbeeld aan een boom zeggen: van ik wortel me aan de boom. Maar ga dan wel weer nadien die wortels terugtrekken. En zo gaat het vlot, zegt het orakel. Zo gaat het goed. Zeg niks meer. De originele tijd is 6 minuten 11, valt me nog mee. Leuke introductie. Wat we willen doen is met het hele grote gebeuren hier buiten contact maken. Lieve lieve Sja, lieve lieve wezens en kinderen, we hebben heel veel goed nieuws voor jullie, mede omdat we er hoop op hebben en door het kanaliseren van Sja ook dat er zoveel negativiteit bespaard wordt. Dank jullie wel om te reageren op onze oproep, het wij een groot experiment. Hebben gehouden om te veel te veel licht naar de aarde te sturen. Mogen jullie wel bekend zijn dat jullie commander van het schip met wie jullie zijn. Dus de aarde is eigenlijk meer een schip. Zeker vanuit ons perspectief. Maar goed. Veel kanaliseerd. Heel veel licht kanaliseerd. Ja, er verandert veel. Er blijft veel veranderen. We hebben het allemaal niet makkelijk. Er zijn zeer weinig mensen... Gelukkig, als dan wel werkelijk gelukkig. We voelen allemaal die ondertoon, het trommelgeroffel van wat er gebeurt op de aarde. Sommige mensen die uitspraken doen, misschien niet meer goed komen. Hou je daar heel ver vanaf. Wat je de mensen wenst of denkt dat er gaat gebeuren, heeft zeker zijn invloed. We zouden zeggen: dan maak je onderzoek meer positief. Dat je meer onderzoekt naar wat er allemaal positief is. Bijvoorbeeld. Het aantal bomen op de aarde gaat op dit moment heel razend, heel slecht. Dat is niet een goed voorbeeld dus. Nee ja, maar er komt dus ja, dat er iemand vertelt tegen je, maar dat is dus niet zo. Als jullie niet allemaal minstens 700 bomen planten voor elk niet grondtransport die jullie initiëren of zelf of via de producten die jullie aanschaffen en niet vanaf blijven, dan gaat het hier niet goed komen. Er mag heel veel bebossing komen. Er kan op zijn minst bijvoorbeeld begonnen worden met die, die bossen die neergezet worden zijn voor hout, die allemaal mooi op rij staan, dat die blijven staan. Alsjeblieft. En dat als het extra gewicht is meer dan genoeg. Van jullie geloven niet in genoeg, maar het is heel belangrijk om bij het stort of waar dan ook. De recycle van gebruikte materialen, vooral onder de bouwvakkers, dat het daar staat en dat mensen met het idee van Sja, weliswaar door zijn team ingefluisterd, Doch dus om daar een reële vrije prijs voor te geven als in donatie. En dan heb je één persoon die weer mooi werk heeft, een doel, dag, week, maand, jaarbesteding heeft, om dat wat te reguleren, misschien een dakje erbij te maken zodat het droog blijft. enige mag gewoon droog blijven. Noemen we bijvoorbeeld gipsplaten. Dat zijn handige dingen. Uh, we gaan nu niet over de details in. We willen het graag bij de kern van Phoenix reeks houden. Dat is jouw persoonlijke groei. En ook het contact op zowel de, naar beneden als naar boven. De aarde en daarboven. En er zitten heel veel wezens ook in de aarde. Daar willen we nu wat meer over gaan zeggen. Met name hoe jullie je voordeel daaraan kunnen maken. Jullie liefde, jullie hartje sturen naar. De binnenaarde zou wel heel goed doen. Dat is op moment een hele grote trilling. Resonantie bezig, niet ten goede. Ze maken zich op en allemaal plannen van hoe en wat gaan wij dit doen als. Dus de trilling is niet goed omdat ze bezig zijn met wat als het niet goed gaat. En dan doen ze dus daarna uitvoerig dat ze daarmee helemaal niet goed aan het sturen zijn. Dus als één iemand van jullie specifiek liefst, iemand meer, nog meer dan. Sja, op dit moment heeft Sja geen hoge bewuste contacten met het, de wezens in de aarde. Het heeft hij waarschijnlijk binnen een paar dagen goed onder de knie. Doch zouden we graag willen dat jullie het samen doen, via verschillende stemmen. Dan komt het ook betrouwbaarder over. Om naar de binnenwereld te zeggen om zo snel mogelijk de plannen liever uit te breiden voor wat goed is. Want de karma van de binnenwereld, daar was David W helemaal correct in, twee, drie jaar geleden. Die hebben zo'n werkelijk wonderbaar schoon goed karma 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 schoon goed karma